Hoe bent u gekomen tot dit boek van Stad voor de Mens tot Groen? Ik heb dit boek eigenlijk geschreven in opdracht van Groen Turnhout, die graag een studie wilde laten maken over hun eigen boeiende geschiedenis en daarvoor mij hebben aangesproken. En welke archieven hebt u daarvoor kunnen gebruiken? In eerste plaats het archief van Groen Turnhout zelf, dat grotendeels in het stadsarchief berust. En ook veel materiaal bleek nog in het bezit te zijn van bestuursleden van vroeger en nu. En ik heb ook nog heel wat andere bronnen in het stadsarchief kunnen raadplegen die recent ter beschikking zijn gekomen. Nu, als historicus bent u thuis in de geschiedenis, vooral de geschiedenis van Turnhout. Hebt u ontdekkingen gedaan? Dat spreekt voor zich, want de geschiedenis van groene beweging, zowel in Turnhout als nationaal, de geschiedschrijving daarvan, is nagenoeg onbestaande. Dus het is bijna braakliggend terrein, het boek. Nu, het boek zal vanavond voorgesteld worden met heel wat aanwezigen. Hè. Wie komt er allemaal? In eerste plaats Wouter van Bezien, de nationale voorzitter, die het woord zal voeren. Ook de ondervoorzitter komen en natuurlijk ook de betrokkenen van vroeger en nu bij de Groene Beweging in Turnhout zullen bijna allemaal op post zijn. Hebt u al gehoord? Is er veel belangstelling voor? Er blijkt heel wat belangstelling voor te zijn. Vooral bij mensen die geïnteresseerd zijn in de Turnhoutse politiek. Daar hebben al heel wat mensen mee aangesproken en gevraagd waar en wanneer het te krijgen zal zijn. Dus er zal echt wel vraag naar zijn in de winkel. Hoeveel exemplaren worden gedrukt? Het is gedrukt op 250 en de mogelijkheid bestaat om indien nodig nog bij te drukken. Hoe is het opgevat? Het is chronologisch opgevat. Het gaat niet alleen over de geschiedenis van de groene partijen in Turnhout, maar het begint met een uitvoerige inleiding over de voorlopers daarvan. Want voor Stad voor de Mens en Groen zijn er een aantal bewegingen zoals Assepoester geweest, die de weg naar de groene beweging hebben geplaveid. Dus het is eerst een inleiding over de progressieve stroming in Turnhout en dan chronologisch over Stad voor de Mens, daarna dan Agalef en dan over Groen Turnhout, de geschiedenis. Ik kan me nog herinneren dat aanvankelijk Groen met een zekere vijandelijkheid onthaald werd. Hè? Komt dat tot uiting in het boek? Groen voerde heel spectaculaire acties in de stad en die hebben de boel op stelte gezet en nadien ook in de gemeenteraad en dat werd duidelijk niet door alle partijen even erg geapprecieerd. Bovendien was ook het toenmalig gemeentebestuur nogal de kop van Jutte van langs gekregen en dat viel duidelijk niet bij iedereen in goede aarde. Die rebellen van destijds zijn ondertussen 40 jaar ouder, of ongeveer. Hoe gedragen die zich nu? Omwille van de leeftijd zijn die natuurlijk een stuk kalmer en bezadigder geworden. Dat spreekt voor zich bijna, maar die hebben toch nog heel wat herinneringen opgehaald aan hun jonge jaren en hebben daar trouwens ook veel plezier aan beleefd. Ja, kijken ze daar met veel lol op terug? Ik heb de indruk van wel en zijn ook blij dat dit boek er nu is, omdat het nu eens allemaal op papier is gezet. Nu, u zei het al tijdens of in de inleiding, het 15e boek, hebt u er ook plezier aan beleefd? Wel, ik heb er heel veel deugd aan gehad, omdat het echt een studie is gemaakt volledig op de bronnen. En ik heb er ook alle mogelijke steun bij gehad, zowel bij de partij zelf als in het stadsarchief. Dus echt wel een heel aangename opdracht geweest. Welke zijn de volgende projecten? Ik heb nu het aanbod gekregen om een gedenkboek te schrijven naar aanleiding van de viering van 40 jaar verbroedering Turnhout en Hamelburg. Dat is over anderhalf jaar en daar ben ik nu volop het onderzoek naar aan het doen. Sam van Kleemen, auteur van Stad voor de Mens tot Groen. Bedankt voor deze informatie. Dat was graag gedaan.